Ja, het zijn verbeterde duels daar in die cirkel. Maar die fysiek, die hoort erbij. En vooral van de kant van de spitsen. Een van de punten waarop Nederland eigenlijk in dit toernooi onderuit is gegaan. Niet in de verdediging, maar in de spits. Onvoldoende kansen. En dat bewezen ook die 5 doelpunten in de voorronde op weg naar de halve finale. Dat is te weinig gebleken. Davis. Bel. Tweeënhalve minuut. De Engelse bank in beeld, waar de gezichten wat zorgelijk stonden. En dat lijkt me terecht. Dat. Bachelor. Kan vrij aannemen. Nu. Zo wordt er ingegrepen. Door midden notabene. Vallend alles. Maar Bachelor kan doorgaan. En dan krijgt hij natuurlijk de vrije slag. De fout was van Charlesworth. Goed in de cirkel. En buitenspel Curly. Zo tikken de seconden natuurlijk prima weg. Best wel hard. Heel hard. En het moet hij op die Curly. Barber. Probeert de hoge bal maar eens. Maar King ziet dat allemaal prima. Uitstekende vleugel verdedigen. Dan meteen die kant via Batch. Walsh en weer Batch. Patroon wat we jarenlang gezien hebben. De combinatie tussen die twee. Terry Walsh en deze man Colin Batch. Hughes. Shawani. Dat is wel erg snel voor hem. Bovendien geeft best wel de rugdekking. Davis. Op de stick getikt, Terry Walsh, vrije slag Engeland. Met nog 20 seconden te gaan, dus dat betekent haast maken. Vandaar die harde klap van Crimley. Ja, die kwam goed op de stick van Dodds, maar spatte weg. Dat is Dodds. Barber. En Potter. En dat moet de laatste klap van de wedstrijd zijn. We gaan rusten met een 2-0 voorsprong voor Australië. Volkomen verdiend. Australië is de beste ploeg, ondanks alle inspanningen van Engeland. Dat was Hans met de eerste helft van de finale van het wereldkampioenschap van de mannen. Zoals het Franse sportblad L'Équipe gisteren al meldde, dat Nederland in een lange, vrije val naar onder was terechtgekomen. En daartegenover stond dan een terugkomst van misschien wel de Spaans sprekende landen. Daarvan is aftekening gekomen in de uitslag van de wedstrijd om de vijfde en zesde plaats, waarin Spanje met 3-2 van Argentinië won. Spanje en Argentinië overigens landen die in vriendschappelijke wedstrijden nog geen 3 weken geleden hier in Nederland verslagen werden door de ploeg van Jorritsma. Van die wedstrijd Spanje-Argentinië geen beelden. Wel beelden hebben we van de wedstrijd om de derde en vierde plaats, zoals die vanochtend in Londen werd gespeeld. Daar gaan we naar kijken. Duitsland komt uit tegen de Sovjet-Unie. We zitten in de eerste helft. Er zijn zo'n 18 minuten gespeeld als Eckemar Schmid van de Duitsers aan een aardige solo begint. Deze golden boy van Deutschen Hockey geeft dan voor. En dan is het Dopp die voor 1-0 zorgt. De actie was natuurlijk voor de man met de haarband Schmid. 1-0 Duitsland na 19 minuten spelen. Duitsland dat, zo heette het verhaal, zich toch wel wat ingehouden had. Nadat het snel op achterstand gekomen was in de halve finale van gisteren. En alles op die bronzen medaille dan wilde zetten. In ieder geval komt Pleshakov, de Russische doelman, er hier niet aan te pas. 10 minuten later al komen de Russen vrij aardig door met deze indrukwekkende solo van de rechtsachter, als ik het goed heb. En is het een backhand doelpunt van Nishiporenko, buitenspeler. Knappe goal, technisch
heel netjes hoe hij die stick op een moeilijke manier er tegenaan krijgt. Dat is de man van de mooie actie en die heet dus niet Neshiparenko, want dat is de buitenspeler. 1-1 is het dan. Hier kunnen we nog eens een keer die actie zien. Dat is vaardig, maar let u vooral op de man die met zeg maar, het achterkantje scoort. Die bal komt vrij moeilijk hoog aan, maar hij krijgt het technisch knap mee. Mooi, 1-1. Dan gaan we een stukje verder naar rust. 49 minuten gespeeld. Duitsland in de aanval. Duitsland dat over het algemeen wat sterker was in de wedstrijd. Vrij veel ruimte en een hele mooie opening die gevonden wordt. En in de rebound is het Blöcher. Nadat ook Dopp nog bij de bal was. Het is 2-1 voor de West-Duitsers. Blöcher de maker van het doelpunt. Dopp de man centraal in beeld. 2-1 wordt het dus door deze actie. Dat is een mooie aanval. Top de kans. En Blöcher die afmaakt. In de rebound dus 2-1 West-Duitsland. Balverlies voor de Duitsers. En dit hebben de Russen meer laten zien in het wereldtoernooi. Snel uitkomen. En dan met meerdere spelers uitkomen. Slagbeweging en weer in de rebound. Schlimmer, de Duitse doelman, ziet er hier niet goed uit. En het is Deputatov die 2-2 maakt. En daar hebben de Duitsers zeker niet op gerekend, omdat ze in dit gedeelte van de wedstrijd beter waren. 52e minuut. 2 tegen 2. Ja, Schlimmer. Daar sta je dan. Maar je mag die rebound niet afgeven. Solerend naar binnen. En dan een vrij harde slag die Schlimmer in eerste instantie met zijn handschoen wel pakt. Maar dan schiet hij door en dan is Deputatov. En dan is het 2-2. Zo blijft het. Na de normale wedstrijd. De eerste verlenging levert niets op en de tweede verlenging. Daar zitten we dan. De Russen zien er dan niet goed uit als ze hun aanval of als ze hun verdediging moeten opstellen. Bij een vrije slag van de Duitsers. En dan is het heel simpel. En duidelijk 3-2 door Rek. En ook dat is in slow motion beter te zien. In eerste instantie denken de Russen de bal mee te krijgen. Slechte opstelling dan. Kijk, daar is dat moment. Ze staan niet opgesteld dus. En dan nemen de Duitsers heel snel. En dan staan er vier Russen bij elkaar die toe moeten kijken hoe Rek heel sterk de korte hoek zoekt voor 3-2 en een bronzen medaille. Nog een keer omdat de Engelse regie er geen genoeg van kon krijgen. Slotbeelden van de troostfinale in Londen. 3-2, Duitsland bronzen medaille en de Sovjet-Unie derhalve de vierde plaats. Ik heb u aangekondigd dat we ook vanmiddag aandacht zullen gaan besteden aan de military in Boekelo. Dat doen we als de zeg maar, hockeyfinale is afgelopen. Dan hebben we een zeer ruim overzicht van wat zich daar allemaal de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Als een beetje boodschap vooraf vragen we ons af. Boekelo, wat heb je ons te brengen? Wij hebben wel eens kritiek op jullie, maar wat hebben jullie te brengen? Hans IJsvogel is onze boodschapper die met de microfoon in de aanslag ging kijken. De 16e internationale military van Boekelo, die telt tevens mee voor het kampioenschap van Nederland. En de beste ruiter, Nederlandse ruiter, wordt hier kampioen van Nederland. Nu was de uitslag na de dressuur en de uithoudingsproef dat Lucinda Green Prior Palmer voor Engeland aan de leiding ging met 41,80. En op de tweede plaats stond de Nederlander Hans Brugman met Monte Carlo met 49,80 voor de geweldige grote outsider Piotr Piasecki uit Polen met Vardim en die had 50,60. Het grote nieuws hier vanochtend bij de keuring van de paarden was dat het paard Monte Carlo van Hans Brugman werd afgekeurd. Het was kreupel en dat was heel jammer, want daarmee verspeelt Hans Brugman nu al voor de tweede keer de titel kampioen van Nederland. Het is hier natuurlijk weer een paar dagen van fantastische sport geweest en dit wonderschone Twentse landschap, dat is eigenlijk in 14 dagen, mag ik zeggen, omgetoverd tot dit complete dorp op uw terreinen, mag ik zeggen. Ja, dat kunt u wel zeggen. In 14 dagen hebben wij alleen maar weiden, hebben we dus ongeveer een 10.000 à 15.000 vierkante meter tent hebben we opgezet. Het zijn niet alleen de tenten, we hebben een heel groot stroodorp waar dus iedereen zich kan amuseren, waar iedereen zich goed kan vertoeven. Niet alleen één man, maar ze gaan ook met de hele familie hier naartoe. En
Ja, de hele dag voor elk wat wils, mag ik eigenlijk wel zeggen. Wanneer begint u nu met zo'n organisatie? Nou, je bent het hele dag, of het hele jaar ben je er eigenlijk mee bezig. We beginnen eigenlijk na afloop van deze wedstrijd. Dan beginnen we al te vragen aan de deelnemers, van kom je het volgend jaar terug? Je krijgt de bedankbriefjes, je krijgt de uitwerking van het evenement. Een maand, twee maanden rust en dan begin je weer te werken totdat je 3-4 weken voor de wedstrijd eigenlijk wel professioneel de hele dag ermee bezig bent. Met wat voor een begroting werkt u nu in zo'n military van Boekelo? U weet, wij zijn in 1971 zijn we begonnen en toen hadden we een budget van ongeveer 40.000 gulden. En ik heb er helemaal geen geheim mee, maar op het ogenblik zitten we toch wel tussen de 7 en 8 ton. Gisteren waren er bij de uithoudingsproef ongeveer tussen de 40 en de 50.000 mensen. Die betalen allemaal hoeveel? Die betalen 50 gulden per persoon voor de volwassenen, de kinderen de helft. En gelukkig weer meer mensen dan het vorig jaar. Toch wel het teken dat de military in de publiciteit, maar ook in de belangstelling staat van de mensen. Het zijn natuurlijk niet allemaal betalende. Er zijn ook een groot aantal mensen bij die dus door middel van vrijkaarten naar binnen komen. Maar 30.000, 35.000 hebben we wel betaald. En het entree is? 50 gulden heb ik u gezegd. Nou, en dan bent u al aardig uit de begroting. Nou ja, u kunt snel rekenen. Goed. Heeft u nu aan de bezoekersaantallen gemerkt dat de military sport in de laatste maanden in negatieve wijze in de belangstelling is gekomen? Ja, natuurlijk hebben wij dat gemerkt. Ik bedoel, we zijn er ook erg druk mee geweest om die negatieve publiciteit, om die op te vijzelen. En ik geloof dat wij als military Boekelo afgelopen zaterdag wel hebben bewezen dat de military een hele mooie, maar ook een sportieve sport kan zijn. Deze stersport werd u aangeboden door de NOS via Studio Sport. Straks meer over de military van Boekelo. Nu naar de tweede helft van de wereldkampioenschapsfinale hockey. Australië tegen Engeland. Het is 2-0 voor de Australiërs in Londen. Hans Brian met zijn verhaal en de Australiërs op de rug gezien. In het midden de Australische coach Richard Gies met zijn laatste aanwijzingen voordat we gaan beginnen aan de tweede helft. Engeland is nog niet op het veld. Het geeft mij de kans om even door te mijmeren over de prestatie van Nederland. Uiteindelijk een zevende plaats via die 7-2 overwinning gisteren op Polen. Een toch zwakke positie in het wereldhockey met 4 Europese landen voor je. Het betekent ook dat Nederland op het ogenblik zonder bondscoach zit. Want officieel is de taak van Hans Jorritsma gisteren beëindigd. Op 3 november gaat de Hockeybond een bestuursvergadering houden waarin eerst de interne taken verdeeld worden. En waarbij hopelijk ook het bondscoachschap aan de orde komt. Binnen die hockeybond is ook een sterke lobby op het ogenblik aan de gang voor Ties Kruijsen. Om Ties Kruijsen als bondscoach te krijgen. Hij zegt zelf dat hij die functie nog niet ambieert. En Jorritsma, ja, hij heeft zich nogal hard in de pers uitgelaten over een aantal voorwaarden die hij wil stellen voor een professionele benadering van het hockeyspel. En dat is hem natuurlijk niet overal in dank afgenomen. Daar komt natuurlijk bij de zwakke prestatie tegen Engeland, waar Jorritsma zelf een zwakke wissel toepaste voor het begin, die uiteindelijk funest zou blijken. Al met al liggen er van allerlei moeilijke problemen. Nederland zal zich moeten gaan plaatsen via de Intercontinental Cup, die zoals het er nu uitziet in 89 in New York gespeeld wordt. En ondertussen gaat men op 14 december naar Pakistan om daar een aantal testwedstrijden te spelen. En dan zou je eigenlijk zeggen dat je nu door moest kunnen gaan met de voorbereiding. Maar voorlopig gebeurt er niets. Dat betekent dus dat we nog minstens 2,5 week moeten wachten voordat een nieuwe bondscoach zich kan gaan bezighouden met een nieuwe selectie voor die trip naar Pakistan. En mogelijk de kans om de aansluiting bij de wereldtop te houden. Dit land heeft die aansluiting gevonden. Met een nieuwe man in het veld, John Shaw op het middenveld. En dan kijk ik even wie er afgevallen is. Ik denk Richard Lemon. Ja, Richard Lemon heeft het veld geruimd en Shaw komt erin. Bleek gisteren ook een pinch hitter, een belangrijke man in de wedstrijd. Vandaar die wissel van Whittaker, de coach van Engeland. Goed voorgezet door Batchelor. En een vrije slag voor Shaw, heel handig aan de bal. Goeie dribbelaar. Speler van Southgate, een van de topclubs in Engeland. Dat is niet goed van Batchelor. En Ricky Charlesworth kan ruimen. Ja, Engeland zal het nu moeten doen, want anders voorzie ik een nog veel grotere nederlaag. Dat ene doelpunt zou heel belangrijk kunnen zijn. Faulkner. Batchelor. Davis ertussen en Charlesworth. Elke keer in dat duel is die stick van die Australiërs een stukje eerder.
Barber. Curly. En handig afgepakt door Shawani. Daar is Curly met ruimte. En let op, want die kan het 1 tegen 1 spelen. Shawani iets te ver doorgelopen, waardoor de paas achter hem terecht komt. En dat is nogmaals die Curly. Geef hem geen meter ruimte, want hij is gevaarlijk. Davis. Bestel. Met die bekende lange bal eerst maar uit de verdediging. Dat is de antwoord van Engeland. Niet boeiend, maar zo gaat het op het ogenblik. Ik zie hiernaast dat inmiddels aan beide kanten respectievelijk 7 en 6 maal de bal zo over de achterlijn gespeeld is. Vrijslag Australië. Colin Batch en Birmingham. Batch. En Batchelor die teruggekomen is, maar ja, dan toch de bal verspeeld, al begaat Trevor King een overtreding. Hard aangepakt door Walsh. Opnieuw een vrije slag voor Engeland. Dodds. Potter. Faulkner. Doet hij goed. En kijk maar hoe ontzettend hard die duels zijn. Engeland loopt daarbij te veel, terwijl Australië eigenlijk veel tic-tac-hockey speelt. De manier natuurlijk om die persoonlijke duels in de aanval zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Potter. Stuit op Hawkwood. Vrije slag Australië. King. Birmingham. Hughes. En die krijgt een strafcorner tegen voor deze beweging. En dat is weer zo'n omstreden regel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, de bal is al hoog. Wat moet hij? In ieder geval, het is weer een strafcorner. Hij moet de bal natuurlijk eigenlijk gewoon dood laten vallen. En hem vervolgens wegspelen. Maar in ieder geval is het een strafcorner voor de Australiërs. Hun derde in deze wedstrijd. Birmingham kijkt. En zoekt Terry Walsh, want dat is de man die voor de goede stop moet zorgen. En dan mag het feest niet doorgaan, omdat Birmingham te veel tijd neemt en Deo dat niet nodig vindt. Dus sluit hij het af en komt Engeland in ieder geval aan dit gevaar weg. Maar het is nog niet geweken, want daar gaan ze weer. Erg gevaarlijk, die twee buitenste spitsen. Die Hawkwood met nummer 12 en Mitten aan de andere kant als die doorkomen. En Deo die hier een beslissende rol speelde in die actie. Shawani. En Hughes. Kon er niet lekker bij komen. Tweede kant Shawani. Schitterend schot net naast de doel. Als een grap zou je kunnen zeggen dat hij de beste Pakistan op dit toernooi is. Maar dat is natuurlijk niet zo, want hij heeft gewoon de Engelse nationaliteit. Zo begonnen. Kijk eens even. Dat is de stop van Snowden. Maar Engeland blijft aandringen. Potter. Snowden onder druk. Maar hij schermt goed af. Nogmaals die actie van Shawani. Doorschuiven. Davis die dan niet ruimt. Waardoor Curly en in tweede instantie Shawani. Ja, die gaat net naast het doel. Thank you.
centrum van de strijd. En helemaal op die plek is het Faulkner die zich licht blesseert. Zij het al, speler van de club Havant. De andere Engelsen komen vrijwel allemaal van veel grotere verenigingen zoals Slough en Southgate. En Hounslow. Bekende teams die we ook uit Europa...